Maar voor een van de afgevallen finalisten staat er vandaag een onvergetelijke verrassing te wachten. Het is nog niet afgelopen voor deze finalisten. Maak een kans op een wildcard. Jullie konden thuis stemmen. En degene die de meeste stemmen heeft gekregen, die krijgt straks de wildcard. En voor hem of haar gaat het Junior Songavontuur vandaag gewoon door. Het is zaterdagavond, bijna 11 uur. De winnaars van 2010, Anna en Senna, hebben gewacht op de uitslag van de wildcard. En dan is het zover. Er kan op de site niet meer gestemd worden. De wildcard-winnaar is bekend. Onder toeziend oog van notaris Ten Broeke stoppen Anna en Senna de wildcard in de kluis. En vandaag gaan we die kluis openen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Joël, dat moment dat je hoorde dat je echt door was. Ja, dat was... Oh, dat, ja, dat was zo leuk. Ik was zo blij. Joël! Dankjewel. Echt heel erg dankjewel. Ik verheug me er nu al op. Heel erg bedankt. Lieverijn. Ik sta op het punt om daar. Nou, lieve schat. Heel goed, gefeliciteerd. Ik zei tegen mijn moeder dat ik het eigenlijk nog steeds niet kon geloven. En toen gaf ik mijn moeder een knuffel. Zaterdag is dan die finale. Ja, dan moeten jullie allemaal net iets meer geven dan je tot nu toe al gedaan hebt. Ik heb teruggekeken en dan ga ik denk ik ook wat meer lachen. Want ik was heel erg geconcentreerd. Ik vind heel veel lachen, ja. Voor jullie twee is het al een week geleden. Hoe heb je de week ervaren? Nou, deze week was echt superweek. Deze week kwamen er ook nog twee groepen meiden naar mijn huis toe. Voor de handtekeningen, foto's en zo. Maar mogen ze ook mee naar binnen dan? Nee, dat is toch de grens. Daar gaat de grens, inderdaad. Ja. Rachel, 3 keer 12 punten had jij toch? Ja, klopt. En de 12 punten van Rachel! Dat betekent dat we in de finale staan. Jongens, ga de schermen. Yasu en Rachel! Dat zegt nog niks over de finale, want er staan nog 4 andere geweldige kandidaten. Dus ja, dank je. Ja, nou, dat is heel lief van je. Jullie zijn hier vandaag natuurlijk omdat jullie er nog een concurrent bij krijgen. Ja. Mm-hmm. Nou, natuurlijk geen concurrent. Nee, maar toch ook wel. Ja. Jullie mogen naar het podium. En dan zien jullie wel wie het is straks. Ja, nou, tot zo. Veel plezier, hè? Tot zo. Doei. 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 De eerste kanshebber op de wildcard is de 12-jarige Sera. En bij de uitslag moest ze wel even een traantje wegpinken. Laat je horen! Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Goed met jou? Goed. Je was wel heel verdrietig, hè, bij de uitslag. Ja, ik was heel verdrietig, ja. Maar ik ben er. Ik vind het nu wel heel knap hoe ver ik nu ben gekomen. Dus... Wanneer ging dat verdrietige gevoel weg? Eigenlijk na een kwartiertje al. Snel, toen ik in de joh. Auto zat, ja. En toen besefte ik ook dat ik al heel ver ben gekomen. Ja, heel ver. Ja, heel ver, ja. Maar wat zegt ze dan tegen je als je dan op school komt maandagochtend? Nou, dat ze het heel zielig vonden en jammer. Maar ze vonden dat ik het heel goed heb gedaan. En ze knuffelden me ook allemaal. Hoe zou het dan zijn als jij nu die wildcard zou krijgen? Nou, ik zou het echt heel graag vinden. Want dan kan ik het nog 1 keer meemaken. En straks horen, je mag die kant op. Oké. Tot zo. De volgende kanshebber is Pollen. En met zijn nummer Music in My Heart zet hij de hele zaal op zijn kop. Iedereen! Wat vind je ervan, al die spandoeken? Ja, ik vind het echt allemaal heel leuk. Echt iedereen bedankt. Hoe heb je dat moment beleefd van die uitslag? Ik was gewoon blij tot hoe ver ik ben gekomen. En uiteindelijk bouw je toch eigenlijk wel. Ja. Alles is de hele tijd leuk en dan ineens dan ben je niet door. Ja, dat is wel waar, want het is natuurlijk alleen maar leuk geweest wat jullie gedaan hebben. Dit is eigenlijk het eerste rotmoment wat er ook bij hoort. Ja, alleen, weet je, vriendschappen zijn ontstaan. We gaan nog allerlei leuke tv-shows langs. Wildcard vandaag. Mag die kant op. Tot zo, hè? Tot zo. Doei. Afgelopen zaterdag vielen er ook 2 finalisten af. Waaronder You and Me.
jullie zijn het enige groepje tijdens deze halve finales. En dat is al heel bijzonder. En dat maakt het extra moeilijk. Namelijk, jullie moeten samenwerken en team zijn. Eén zijn op het podium. En dat hebben jullie absoluut gedaan. Hoe voelen jullie je? Je gunt het iedereen natuurlijk. Je gunt het toch jezelf nog het meest. Omdat je het heel graag wil. Ja. En dan is het toch wel een beetje teleurstellend. Wel. Maar Joen, vandaag een kans. Ja. Ik hoop het. Ja. Maar de klap komt nu waarschijnlijk ook minder aan. Ja. Want nu verwacht iedereen minder snel dat je nog doorgaat. Dus jullie mogen richting het podium. Nou, bedankt. Tot zo. Doei. De laatste kans hebben op de wildcard is onze Twitter queen Noah. En het afvallen viel haar zwaar. Noah? Oh, hier staat ze. Ik ga het toch even proberen om een reactie te vragen. Lieve Noah, ik haal je even naar voren. Ja. Ik wil iedereen echt heel erg bedanken. Hoe gaat het? Ja, goed. Ja? Ja. Gisteravond was je natuurlijk wel even verdrietig. Ja. Maar nu ben ik er wel overheen. Hoe doe je dat dan, dat je daar overheen zit? Nou, wat ik altijd doe is dan ga ik denken aan alle leuke momenten en dat het nog helemaal niet is afgelopen. Aan welk moment denk je dan? Om dat allemaal mee te maken en dan denk je, wow, ik heb er wel gestaan. En dan kom je eigenlijk al over je verdriet heen. Laten we backstage gaan, kom. Ja, is goed. Hoi. Zo, in deze kluis zit de naam van de wildcard-winnaar. Nou, jullie zitten sowieso in de finale, dus jullie mogen alvast richting het podium. Als jullie drie even daar gaan staan. Eén van jullie mag er straks die trap op en die trap af naar de andere finalist. Ja hoor, tuurlijk. Met Ewout. Tuurlijk. Ja. Hey Anna. Boven in het plafond? Oké, dankjewel. De code ligt hierboven. Nee, ik zie het. Ik ga hem halen. Nee. Oh, het is nog de code, hè? Oh, niet de naam. Zien jullie iets hangen? Ja. Wout, pak hem. Gewoon trekken. Nee. Ja, ik heb hem. Gaat ie. Zien jullie waar die voor staat? 1 oktober 2011, de datum van de finale. Ja, daar gaat hij. 0-1-1-0-1-1. Ik heb nog niet gekeken. Voor een van jullie gaat het avontuur bij het Junior Songfestival straks door. En ik denk dat iedereen het jullie allemaal gunt, want jullie hebben het allemaal zo onwijs goed gedaan. Maar er staat echt maar één naam van een act op dit kaartje. De wildcard-winnaar van het Junior Songfestival 2011 is geworden... Sera! Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, echt. Kijk maar. Gaat het goed? Ja. Je mag meteen de trap op naar de andere finalist, want je zit erbij. Jee! Je mag zaterdag. Zullen we even één groepshug doen? Ja. Ja, daar komt u. En dit.